Deze meneer die heeft een fluitje. Het enige wat hij doet, hij blaast op zijn fluit. En dat is het startsignaal. Dus als je het fluitje hoort, dan pas mag je wegwezen. Eerst geeft het publiek nog een geweldig applaus. Ik hoor applaus. Hier zijn we er allemaal klaar voor. Veel fietsen klaar. Is de tijdwaarneming ook in orde? Goed zo. Nou, ik ga even een beetje langs de kant staan. Deelnemers, op uw plaatsen. En dan gaan ze. Een kilometer. Oh, kijk, door de bocht. Kom maar. Gaat hartstikke goed. Mooi gedaan. Onderweg hier met startnummer 1074. Laatste kaartjes van de topkaartjes. Wat heb je dat goed gedaan, jongen? Even snel kijken. Punt op het zilver. En het mooie is dat we Nout Meijer krijgen. En hier krijgen we op de nummer 3. Ook goed gedaan, Thijs Dorgo. Snelste maatje in de wedstrijd. Oh, daar komt Amber. Amber Lentes. Goed gedaan. En dan gaan we nu naar Isa Schalling, het meisje van de Hogeveense Atletiekclub. Kom maar, van jouw kilometer, jouw 1000 meter. In deze mooie aanloop volgende Huismans aan de finishlijn. Dan krijgen we hier ook Blank van der Nakker, goed gedaan. En zag ik nog de volgende dame in de uitslag, dat wordt Suze Abink. En daar hebben we Evelien Abink. We hebben een stad met 1073, Sanne Kruijsen. En we gaan natuurlijk nog finishen met Tijden Hamer. Goed zo, Tijden. De laatste meters, hè. Dat zijn de mooiste. Want dan loop je naar een mooie medaille straks. Ter herinnering aan deze mooie wedstrijd. Fai Otte is de volgende finisher. Aan de binnenkant. Kijk eens aan, zich. Met z'n tweeën. Goed gedaan. En de tijd is prachtig. 5 minuten en 21 seconden. Dat is schitterend gedaan. Ik wacht even op de achterfietsen. Dat is natuurlijk, wat dapper gelopen zeg. Wat goed gedaan. Geweldig gedaan hoor. Dit is Maro Fokker. En papa die liep zaterdag al de obstacle-ronde Vriezel heen. Kijk eens, kijk Maro. Ja, zo is dat. Handen omhoog. Goed gedaan, Maro Fokker. 2,5 kilometer. Sponsoring vandaag natuurlijk ook titelsponsor. Vandaag is MijnFysio. Het is ook de MijnFysio Klepperstadloop. Sponsor de 10 kilometer. Dat is Jan Velting, de Stratingen. 5 kilometers mede mogelijk gemaakt door ADNM Administratie en Belastingadvies. Vandaag bij al die mooie prijsuitreikingen die we nog te gaan hebben. Over prijsuitreikingen gesproken. 20 over 7. Prijsuitreiking van de kilometer. En van de 2,5 kilometer doen we allemaal op deze plek hier bij start-finish. Straks alleen maar zeggen, deelnemers op uw plaatsen. En dan gaat meneer Forsjan hier, die gaat op zijn fluit blazen. En dat is het startsignaal. Dus we hebben geen startschot, maar een fluitsignaal. En we hebben nog 40 seconden voordat ik ga zeggen, deelnemers op uw plaatsen. Dit is altijd het mooiste moment, hè? Vlak voor de start. Hè? De adrenaline begint te stromen. Het wordt steeds spannender. We hebben nog 30 seconden voordat we het startsignaal geven. 2,5 kilometer. Een mooie grote ronde hier. En dan de finish. Op uw plaatsen. En daar zijn ze. Ze zijn er lekker onderweg. Voor 2,5 kilometer, dat is net wat meer natuurlijk dan die 1000 meter. 8 minuten bij 18 seconden zitten we nu aan, dus we kunnen een hele mooie tijd verwachten hier. Atletiekvereniging Rijssen, dat is Nick Nijman, Nick Nijman, Nick Nijman. Ja, 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 altijd blijven sprinten. Dan hebben we Reinier de Boer uit. Hij gaat tot ik. We gaan niet oversteken, meneer. Vooral niet als er lopers komen. Het wordt een sprint met 3 prachtige dames. Kijk eens. Aan de binnenkant. Er komt dat beter van haar. Ja, kijk. Zo moet je finishen. Voorst vooruit en dan vind je Daniel. Die had de scherpos aangebeurd. Hier hebben we Magiel Smit. Hij is van Sput 88. Goed hoor, Nijl Huisman, goed zo Nijl. Goed gedaan. Dan komt hier binnen Witteker ter Lauw. Zij is ook van Spurt 88. De laatste meters hier over die bus. Verloopt door de zandstuwen. Hier hebben we Jasmijn. Jasmijn Lamberink. En dat is Sam Bakker. Sam komt op Kampen. Ja, mooi dat u blijft applaudisseren. Zo hoort dat ook. Jullie is niet goed zo. De volgende spurter is Madelief Verwijn. Goed gedaan Madelief. En Smee Mulder. Ach, emoties hoor ook bij de sport. Hoort er allemaal bij. 10 Digo Losje uit Rijssen, goed gedaan Digo. Yannick Willems, goed voor Yannick. Gaat naar Merle Martens. En ook een mooie uitslag is er voor Rilana Lambert. Gijs van den Akker. En we gaan nu niet meer oversteken mannen, want we hebben een deelnemer. En die wil graag mooi 21 seconden netjes hoor. Even een applausje voor Julia. Goed gedaan Julia. Je bent een echte topper. 14 en 28 seconden. Goed zo. Die klok die kunnen we weer op 0 zetten. Want we gaan straks eerst prijzen uitreiken. En daar gaan we ons op maken voor de start van de 5 kilometer. Nogmaals uit Leiden. Niet op deze plaats is de start van de 5. Iets verderop bij de sporthal. Dus je groot bord. Daar staat 5 kilometer. Daar is de dames van de ceremonie zeg maar staan er klaar voor. En we willen met de meisjes beginnen. Julian Huismans graag even achter op de nummer 3 gaan staan. Isa Scholing op de nummer 2 en Amber in het midden als de winnares hier. Als jullie alvast op het podium gaan klaarstaan, want daarachter is nu een beetje lastig. We gaan we huldigen en we gaan erbij applaudisseren. Op een derde plaats, Julian Huismans. Prachtige taart. 4 minuten, 25 seconden. Dan op een tweede plaats van de Hogeveense Atletiekclub, Isa Scholing. En de allerbeste van vandaag komt uit Hardenberg. Amber Letters. Goed gedaan Amber. 3,59. Ik zeg die bekers maar even hoog de lucht in. Kunnen we er een mooie foto van maken van deze drie toppers. Julian, Isa en Amber. Goed gedaan dames. Mogen jullie het podium verlaten, maar dan gaan we de jongens vragen. Thijs Dorgel graag op de nummer 3. Nout Meijer op de nummer 2. En Luc Lasse op de nummer 1. Dan gaan we huldigen, dames zijn jullie er klaar voor. Gaan we beginnen. Derde plaats, Spurt 88, Thijs Torgelo. Dan op de tweede plaats van Akko van Elderen, Nout Meijer. Die wint de bekers hoor, die Nout. De ene wedstrijd naar de andere. Dan de winnaar, die komt uit Rijssen, Luc Lasje. 3 minuten, 34 seconden. Dat is snel hoor, Luc. Even de bekers hoog de lucht in voor Thijs, Nout en Luc. Goed zo jongens, mooi gedaan. Gaan wij naar de volgende categorie. 2,5 kilometer. Zo, helemaal goed hè? Ja. Kijk eens, daar zijn ze er klaar voor. Op de derde plaats, Naël Huismans, Lemerenveld. Dan op de tweede plaats, Milo Cassis van de Hogeveense Atletiekclub. En de winnares, stond zomaar tussen de jongens, Diante Scherfhoff. Goed zo, Diante. Ik zou zeggen, die bekers hoog de lucht in. Even een applausje voor Naël, Milou en Diante. Goed gedaan, dames. We gaan naar de jongens. Jongens, als jullie alvast klaar gaan staan. Ik mis nog even de nummer 3. Michael, die staat er niet op. Gaan we huldigen. Derde plaats bij de jongens. Tot en met 12. Michael Berends. Dan op de tweede plaats uit Lutten. Twant en Brinken. En de winnaar komt uit Rijssen, Chris Lasje. Enig onder de 10 minuten, 9 minuten 48. Mannen, we zijn er blij mee hè, omhoog met die mooie beker. Kunnen we nog een mooie foto van maken van Michael, John en Chris. Goed zo jongens, we hebben nog een volgende huldiging. En de dames van MijnFysio pakken nieuwe bekers, want nu gaan we weer beginnen met de meisjescategorie. Tot en met 15 jaar. Dames, gaan we vast maar klaarstaan op de nummer 3 Wieteke. Op de nummer 2 ST en de midden. De winnares Esme. Mis ik nog Wieteke Terlouw. Nou, we gaan we dat nog één keer vragen, maar dan gaan we toch echt huldigen, anders komen we in de kleur met de tijden. Wieteke, als je hoort, als de brandweer hier naartoe. Zo ding kon het helaas zonder jou doen. Wij gaan huldigen. Op de tweede plaats, en let ik snijden al, ST Scheers. En de winnares komt uit Kampen, SW Bakker. 10,22, even een applaus voor deze twee. En die dames, die laten nog even die mooie beker hoog te zien. Daar gaat die. ST en SW, goed gedaan dames. Dan gaan we naar de jongens. Wij gaan huldigen. Op de derde plaats, Thijs Otte, Brugteveld. 10,04. Op de tweede plaats uit Dalen, Reinier de Boer. En de winnaar staat in de midden. Komt vanuit de dieptraining reizen. Nick Nijman. Peos, die beker maar eens even hoog de lucht insteken. Dit zijn de beste drie bij de jongens tot en met 15. Thijs Otte, Ranier de Boer, Niek Nijman. Het is nog 3 minuten voor de start. Emmen. Jullie ook? Kom op, hè. Allemaal net op die grens van de voorfietsen. En dan zijn we natuurlijk benieuwd, want ik zeg hier wat grote woorden. Maar dat moet allemaal nog maar even bekeken worden. Natuurlijk naar de ronde. Wie zijn de koplopers? Wie gaat er afspraak maken op een mooie kaart? We hebben 7 minuten. Nou, dat zijn maar 2 ronden. Dus als je in die 7 minuten zit, dan zit je wel goed natuurlijk. Want dan zit je op een hele snelle taak. Dan we zo te zien. Er zit een allemaal mars van daar aan de leiding lopen. Deze parcoursvrij houden we niet op het parcours lopen, want we krijgen de rondom 4 van een hele mooie groep. Ja, kijk, dit wordt een mooie strijd, want Alden Heiting erbij en Nick Marsman. Nou, dan gaan we niet meer mooi naar de tweede ronde. Alden Heiting in Amsterdam en aan de binnenkant hebben we Nick Marsman. Die blijven weg. Dat zijn de 2 koplopers in de wedstrijd. Nummer 3 is Simon Stevens. Hier hebben we dan de volgende. Dit is ook een mooie wedstrijd hoor, want dit zijn allemaal snelle namen. Hier hebben we Willem van Eken. En dat staat met de antwoorden in 87. Marsman, maar nu hebben we het ook over Heiting, die in zijn aan elkaar geraakt. En dat wordt een hele mooie strijd, dat kan ik je nu al melden. Thijs Steunens, dat komt ook nog vandaag, de man op Hengelo, is ook een prima atleet, deze Thijs Steunens. Hier hebben we dan de rest van de groep. Met Maarten Kochel, de man op dansen. Hier hebben we Benny Tunker, de atleet. Hier komt Elia Gras, zij is goed op de 10, hoe is op de 5, dat gaan we vanavond zien. En al die mannen natuurlijk achteraan, groot gezet. Honkbaltraining. De tweede dame, de rest zijn Yvonne Meijer, Moekoes, gaat naar Elia Gras dichten, dat is een groot pad. Elia Gras is de laatste, de dame uit Emmen. De orthopedagoge daar is heel goed. Zij is de kopman voorbij, de dames met die lange straat voorbij komen. Allemaal op weg naar de finale ronde Lutten. En Josje Pijt is uit Zwolle, die dus zagen er ook voorbij komen. Ze lopen allemaal de finale ronde, het gaat over 2 ronden. Dit is het peloton, vooraan dus 2 mannen. Nick Marsman, Alwin Heiting. Dat zijn de koplopers in de wedstrijd. In de wedstrijd die heel snel gaat vooraan. Maar hoe zit het met de peloton? Dan gaat het ook prima natuurlijk. Mooi gelopen, al die namen onderweg hier vandaag voor deze 21e uitvoering van deze MijnFysio Klepperstadloop. Ook mooi Marco Enkel, de docent van het Vechthoog College op de dag vandaag. Voor deze mooie wedstrijd. Veel groen, we leggen veel steun van Vechthoog. In een eigen klepperstadloop van vandaag. En dat is prachtig natuurlijk. Ja, en dat zijn jullie graag bij zijn. Vandaag dus onder andere ook met even kijken. Steven Kunst zagen we al de mannen, de Hardenberg en ook de Talau zagen voorbij komen. Allemaal Ilona Boks uit Sipkino. Ook nog altijd goed voor een mooie ereplaats. 10 minuten, je moet wel op die klok leggen. Want ik zeg u, in 15 minuten. Dan hebben we toch wel wat de winnaar en die knapt staan in de staat van de peloton natuurlijk. Van keivol wedstrijden. Ik noem u al. Marsman was ook goed in de Vueling Hardenberg City Run. Toen noteerde hij 15 minuten 38 seconden. Alwin Heiting is meestal een man voor de 10 kilometer. Nou ja, dat kan natuurlijk ook een voordeel zijn als je kijkt naar die... 2e ronde, want dan gaat het natuurlijk ook een beetje om Ausdauer. Onderweg ook al die mannen, Heiko Ergoor, de Prinses. Hier hebben we Bertus Veenstra goed op bij de nationale kamerader op de halve marathon voor G-atleten. Dat doet hij mooi. Ik zei de voorzitter erbij. Heiko Ergoor, de voorzitter van Spurt, wel te verstaan. Ook natuurlijk in deze eigen wedstrijd erbij. De wedstrijd de Klepperstadloop. En hier lopen we dus met het peloton. We hebben 12 minuten gehad, we krijgen geen wereldrecord. Dat blijft in handen van Kenenisa Bekele uit Ethiopië. Maar we gaan wel naar een hele mooie tijd. Want vooraan liepen ze hard met z'n tweeën. Heiting, Marsman. En daarachter hadden we natuurlijk ook nog achtervolgers. Die ook allemaal in de buurt kunnen komen van een hele scherpe eindtijd vandaag. Met een zonde nog bij in de finale van deze 5 kilometer. 12 minuten 50 seconden. Jullie lopen mooi met de zon in je gezicht hier in Hardenberg. Laatste rondje. Nog 1 keer de ronde voor 2,5 kilometer. Nee, dat ga ik nou niet uitdelen. Ik denk wel een paar uitdelen. Ja, ja. Wil je een bankje hebben? Nee. Nog even recapituleren. Heiting, Marsman, Steven, Scherritsen, Van Eken, Keunissen, Kochel, Tunker, Kastis en Lina Glas. Dat was de top 10 na een ronde. 13 minuten en 4 seconden. Ja, de prognoses die zijn wel mooi, hè. Als je ziet staan 15, 13, 15, 14, ik zou ervoor tekenen zo'n tijd hier vandaag. Zou kunnen. We gaan het zien op deze 5 kilometer. Ja. Het is uitgemeten, maar ja, u hebt het gezien, hè, men is op een andere plek gestart, dus die tweede ronde. Eentje, hè? Eentje. En dat is een erkend prijsloper, man, ook vele jaren actief in de weg. Dat doet Akko van Elderen, laat het niet meer op een sprint aankomen. Heiting komt en komt en komt, maar hier komt Marsman. En Heiting nog altijd natuurlijk erachter. We hebben 15 minuten 51 seconden, kan hij nog onder de 16? Hij kan nog onder de 16. Nick Marsman, Noren, Alwin Heiting, mooi gedaan Alwin. Hij is een prima nummer 2. Dankzij hem gaat Marsman onder de 16. Hier komt Stijvers, hier komt Gerritsen. Dat zijn de nummers 3 en 4. Kijk naar die tijden. Thijs hebben ze goed gedaan. Hier William van Eken. Dat zijn die mannen. Het bleek inderdaad genoeg te zijn. Kwam nog ietsje dichterbij, Kamer Stevens, man. We gaan kijken naar 5 kilometer. Benny, volgende atleet, de man bij de Masters 50 categorie. En hier komt Maarten Kochel, dat is de volgende man. En hier hebben we Rob de Graaf. Moest nog even sprinten. En daar komt hij toch goed voor de tweede plek. Wat die man allemaal doet, zeg, afgelopen zaterdag heb ik hem alleen maar in actie gezien. En vandaag nog een keer de man van Sportvoedingwebshop.com. 18 minuten, 40 seconden. Hier komt de volgende lijn. Johan Lek uit Emmen. En ook Erik Fokker was zaterdag aan TV Amsterdam. Hier is de eerste sprinter, dames en heren. Goed gedaan, Thijs. Keurig gelopen eerste dame, want Yvonne Meijer, ja, die doet dat heel sterk. Yvonne Meijer is de volgende atlete. Missen we dan Eline Glas of heb ik iets over het hoofd gezien? Hier is er nog niet. Yvonne Meijer wordt de winnares bij de dames. De volgende atlete hier, Ilona Schra, is dan de volgende dame in deze uitslag hier. Overal de nummer 2, maar de eerste hoort bij de mannen 50. Is die dan de volgende leidt, Rob de Graaf bij de mannen 50. En we zien hier ook de binnenkomst van Willem Daafkirk, afleidend zo snel te zien. Roelof Hutte, welkeurig bij de mannen 50 bij de allerbeste. Dan gaan we naar de volgende dame in het klassement van vandaag. Goed gedaan, Josje Peters uit Zwolle. Wordt de tweede dame senior. Spurter is een Oldenhinkel. Henk Oldenhinkel komt binnen in het groen van Spurt 88. Daarachter hebben we Martin Lutijn, de man van de Hogeveense Atletiekclub. Ook met een mooie uitslag hier. 20 minuten, 12 seconden met Edwin van den Akker. Ook goed gedaan. De mannen, ja, steunen zuchten, want het was natuurlijk toch even een pittige. 20 minuten, 5 kilometer. Ja, Nick Marsman, tweede man in de wedstrijd. Alwin Heiting. Arne Oplaats, die komt Erik Hidding. Allemaal lopen ze. Ja, goed gedaan meneer Eckel. Keurig gelopen. Hoor, 20 minuten, diepe buiging, groot respect. Hier komt Heinz Stroeve. Goed gemacht Heinz. Hij komt uit Emmeligheim, loopt ook mee met Duitse nationale kampioenschappen. Doet dat heel verdienstelijk in de masters categorie. De volgende ACO-atleet van vandaag. Martin de Haan. Dames-atleten, 5 kilometer, 21 minuten. Dat is een mooie tijd om mee naar huis te gaan straks. 21 minuten wedstrijd voor deze groep. En ook Wim Mato, goed gedaan Wim, 21 minuten op deze woensdagavond. Goed voor deze sprinteratleet, marathonman ook. Wat veel lange afstanden. 21 minuten in deze 5 kilometer. En de volgende Terlouw aan de finishlijn. Thijs was al een tijdje binnen, zo hoort het ook. Eerst zoon, dan vader. 21 minuten, 50 seconden. Tegenwoordig ook van Marco Domenij, Staphorst en Finn Puller, Hardenberg. Komt Thomas Stefan, weer terugkomen hier naar Hardenberg. Hij loopt vandaag een 5 kilometer binnen. 23 minuten. Dank je. Hoi. Je bent vol. Jij ook. Dat is de kleur van de groene naar de Hardenberg. Spurt 88. Je ziet dat niet van de atletiek uit de Honda. Komt die Weddersveenstraat, de nationale op de meute over 5 kilometer. Voor de man, Aderi. Ja, maar dat is... Heel goed geworden, hè? Dat is gewoon heel erg goed. De prijsuitreiking hebben we een klein vast Spurt van de Lakken. Dat is een goed huwelijk, hè? Dat kan niet anders. Met z'n beiden over de finishlijn. 28 minuten voor Chantal Eiland in deze 5 kilometer. Onder het half uur, goed gedaan. 28 minuten, 27 seconden ook voor de heer Osman. Prima. 28 minuten. Hij liet de FBK zitten en zit ik op zijn borst. Ook een mooie wedstrijd in het centrum van Hengelo. Voor de prima weersomstandigheden natuurlijk, want dit is wel een mooi temperatuurtje zo. Voor een 5 kilometer, zo een graad of 22, 23, wat zal het zijn? Dat is mooi. 29 minuten. We gaan langzamerhand natuurlijk naar het half uur. Deze gaan nog mooi binnen blijven. Mooi binnen het half uur, Johan de Jong. Goed gedaan hoor. Hij is beginnend hardloper. Hè? En dan onder het half uur blijven. 20 seconden. Ik heb nog 30 tellen straks voor de tijd binnen het half uur. Ik heb nog 30 tellen. Dat jongetje gaat even van de weg af daar. Ja, op de stoel blijven. Rechtdoor sprinten dames, daar komen we. We gaan binnen het half uur, hè. Ja, goed zo. Laatste tellen, daar zijn ze. Binnen het half uur, ik heb nog 15 seconden. Voor de tijd binnen de 30 minuten voor een 5 kilometer. Dan gaan ook deze mannen nog keurig doen. Goed gedaan, 29 minuten en 57 seconden. In de 30 minuten over deze 5 kilometer. Goed gedaan. 200 deelnemers vandaag in deze 5 kilometer. ADM 5 kilometer. Met de finish van Henny voor de ceremonie. Nick Marsman, Albin Heiting, Kaiman Stevens. Zij zijn vandaag erbij, want MijnFysio is natuurlijk de hoofdsponsor van vandaag. En dan echt de sport, ik denk van, is er in het lijf even niets in orde? Iets niet in orde, dan ga je daar even heen voor een check-up. En voor het wijd loop je weer mee in een mooie wegwedstrijd. We beginnen met de dames senioren. Dan gaan we de prijzen uitreiken. Ik mis nog de nummer 2, Josje Peters. Josje, als je maar hoort. Wij gaan huldigen. Op een derde plaats Hardenberg met Otten. 21 minuten 39 seconden. Dames van MijnFysio reiken de prijzen uit. Dan op een tweede plaats uit Zwolle, Josje Peters. 19 minuten 45 seconden. En de winnares uit Hogeveen, Ilona Schra. 19 minuten 20 seconden. Even een applaus voor deze beste drie dames senioren. Wimmelton, Josje Peters en Ilona Schra. Gaan wij naar de dames masters categorie. Ook die dames vragen we op het podium te gaan klaarstaan. The winner takes it all. Wij gaan naar de derde plaats. Bergentheim, Fiona Grootdom. 24 minuten, 10 seconden. Er is een tweede plaats voor de atleten van LARC 20, Hanny Geiles, 23 minuten, 27 seconden. En de beste bij de dames masters. De snelste atleten overal krijgt daarbij 3 prijzen. De eerste bij de dames 35, ook nog een keer voor de snelste tijd van vandaag. En de bloemen, omdat ze ook nog eens de overal winnares is. Zo ga je met een handvol terug naar Emme Wiesharen. Dus ook de dame voor de snelste tijd nog even die enveloppen erbij aan Yvonne Meijer. Ja, goed zo. Nou, heel compleet. Nu gaan de bloemen omhoog. Fiona, Harry en Yvonne zijn de beste bij de dames 35. Wij gaan naar de mannen 50. Kijk dat, Ilona Stra. Voor de bloemen. Kijk, daar zijn ook de bloemen. En daarbij nog van harte natuurlijk. We gaan naar de mannen 50 categorie. De huldiging op de derde plaats. Emmen, Johan Lek. 18 minuten, 42 seconden. En de dames van MijnFysio reiken de prijzen uit. Dan op de tweede plaats PEC Zwolle, Jan-Willem Davidsen. 18 minuten, 10 seconden. En de snelste bij de mannen 50 is Rob van der Graaf. Hogeveense Atletiekclub, weer in de prijzen. De bal in het team van Expeditiecentrum Plateau. Wij huldigen, applaudisseren nog eens Johan Lek, Jan-Willem Davidsen, Rob van der Graaf. Wij gaan naar de mannen 40 categorie. Ook daar zijn er 3 voor de huldiging. Derde plaats Omme, Sergej Hofkamp. 19 minuten 11 seconden voor de nummer 3 bij de mannen 40 categorie. Dan een tweede plaats gaat naar Hardenberg, Ronald Martens. 19 minuten 9 seconden. En de winnaar komt uit Kampen, Isala, Benny Tunker, 17 minuten, 55 seconden. We applaudisseren nog eens voor Sergej, Ronald en Benny, de beste 3 bij de mannen 45 categorie. Nu gaan wij naar het toptrio van deze wedstrijd, de mannen senioren. Op een derde plaats komt te staan Kaiman Stevens, Enschede. Op een tweede plaats Alwin Heiting, Nieuw-Amsterdam, Hogeveense Atletiekclub. En in de midden krijgen we de winnaar van vandaag, Nick Marsman. Klapheid van Akko van Elderen. Hij is ook de overal winnaar. En dat is mooi vandaag, want dat levert wat extra's op. Wij gaan naar de huldiging. Op een derde plaats Enschede, Kevin Stevens, 16 minuten, 19 seconden. Dan op een tweede plaats, 16.05, Alwin Heiting. En dan de man die hier wint bij de mannen senioren, dat is één prijs. Hij is de overall winnaar, dat is een tweede prijs voor Nick Marsman. En hij krijgt nog de bloemen, omdat hij ook nog eens de snelste is in totaal. Dus we hebben drie prijzen voor Nick Marsman. Die mogen nu overhandigd worden aan de winnaar. Prachtige tijd op 15.58, de enige onder de 16 minuten. De bloemenhoogmannen, nog even mooi applaudisseren voor Keimen, Alwin en ik. De beste drie hier in deze ADM 5 kilometer. Goed zo, prijzen zijn uitgereikt, dames en heren. Hartelijk dank. Er komt nog een huldiging natuurlijk straks bij de 10. En we hebben nog 10 minuten voor de start van de 10 kilometer. Wie komt er nou wel op? Goed hè? Je wilt er hierheen en dan gooi je er weer af. Direct eerst. Heren, nog 2 minuten. Heren, nog 2 minuten. 1 minuut nog. 5 seconden. Wat niet? Piraat, hij lijkt op de paksen. Dat is ook wel niet. Ik kan gewoon geen 1. Je redt het. Dat is leuk. Kom Peter. Adrie, hup! Kom je op! Zijn van de snelste atleet in Overijssel. Kijk in die lijst af, zit daar ook Jan Pullen tussen? Volgens mij niet. Zou de man zijn hier van de eigen vereniging. Bladderzijk op de halve marathon. Maar hij stond ook op het erepodium indoor, outdoor bij de 10 kilometer. Hier hebben we Martijn Kroon, Sebastian Pool, Bettelbergen. Heb ik het u niet verteld? Dit zijn de 4, dames en heren, die gaan de wedstrijd beslissen. Martijn Kroon, Sebastian Pool, Lamco Hulzenbos. Dat zijn mooie namen, die zijn onderweg hier voor een Helen de Vries. Doet dat mooi, want die is de snelste dame. Op dit moment is in vorm. Liep een mooie baanwedstrijd. 8 minuten na een rondje. We hebben de kopgroep gehad. 2 man, hier hebben we meer mannen natuurlijk. Royan Gerrits, hier hebben we Kevin Timmerman. Hier hebben we al die namen, Sibyl Krol, Wim Raamaker, Peter Rolink. Hier hebben we Chibbe de Vries. Ja, sterk, de master. Gaat mooi mee. En ook Roel Wester, dat Ruinerwold zagen we daar. De Brinken loopt op een prachtige tweede plek op dit moment. En dat is goed voor hier, want ze loopt zich bij de beste dames op dit moment. Enrique Raamaker, heel goed. Bij de dames senioren is ze zelfs op dit moment de nummer 1. Want we lopen ook in categorieën. We al die mannen, met Jan Timmerman natuurlijk, de marathonloper is hij, Kleppers. We zijn benieuwd en daarachter wordt er al gekeken van wie gaat nu de forsing doen. Wie gaat deze lange atleet uit Koevoorde terughalen? Sebastian van der Pol, want het is een specialist in de solo. Zo deed hij dat afgelopen zondag ook met de precisie van een boekhouder. Kijkt hij naar zijn ronde tijden, deze Sebastian van der Pol. 16 minuten, 39 seconden duikt hij in de bocht in. Ja, Hulsebos, nou moeten we wat doen hier, want die van der Pol die trekt door. Zoveel is zeker. En daarachter wordt er gekeken. Hier hebben we nog twee mannen. Hier hebben we Hulsebos, hier hebben we Berger en Martijn Kroon aan het elastiek. Dat is de volgende lijn. 17 minuten halverwege. Nou, dat wordt een mooie tijd. Dat gaat goed met de man die ook wel de marathons kent. Erik Snijders, de volgende atleet hier. Na 17 minuten en 57 seconden gaan we naar Job Lambering, dat vrooms op. Ja, die Helen de Vries heeft goede benen. Die heeft de benen van de winnares vanavond. 18 minuten en dan zijn we halverwege. Ah, dat is sterk. En dan mooi doortrekken zo. En die René Raamaker denkt van, nou, die dame die gaat hard. Dus dan moet hij iets bij die rondetijden optellen. 18 minuten lopen we nu. In een wedstrijd over 10 kilometer. We hebben 2 ronden gehad. Hier komt iets Wardenburg. En dat is de volgende atleet. Kevin Timmerman is de volgende. Allemaal dus in deze wedstrijd. Hier hebben we Roy Hofstede uit Erika. Peter Roling kent die man en denkt in de buurt blijven. Hier hebben we dan de primair. Bij de beste 6-7 in zijn categorie. Hier komt Jibbe de Vries. Helen gaat als een speer, Jibbe. Als een speer. En jij ook. Dat is zijn dochter, hè? 19 minuten, 25 seconden. Prima natuurlijk, heel erg goed voor Henrike Raamaker. Is nog altijd de derde dame overal, in het overal klassement. Maar we hebben natuurlijk ook categorieën. Hier loopt Renate Gums uit Hardenberg. 21 minuten en 30 seconden voor... Bij Jan Timmerman kun je altijd barbecue. Kijk maar eens op zijn shirt. Dat doet hij goed, halverwege, 21,57 voor de Hardenberger, gelopen door Henk Smalbrugge. Prachtige tijd van de master die er vanaf. Halverwege de wedstrijd gaat dus over nu nog 2 ronden. Met Adrie Deemter in de bocht hier, met Sharon Dekker uit Hardenberg, dan ook Marco Boksem Bergentheim. Hier komen deze dames lopen mooi hoor. 5 kilometer zitten we nog 125 minuten met Corine Dankelman en Linda Breukelman. Liep dus 33 minuten, 44 seconden. En we zijn benieuwd wat hij vanavond in Hardenberg kan. Een paar dagen later dan die 10 kilometer in Koevoorde. Ultimo Giro, laatste ronde, last lap, Sebastian Pol. Goed jongen, daar kan het op Koevoorde. Hier is nog altijd de koploper. Hier komt Hulsebos, hier komt Berger. Dat zijn de twee mannen erachter. Nog altijd dus in de buurt van de... En ja, zoals ik al zei, aan het elastiek was Bruinsma. Maar die gaat sneller en sneller in die laatste ronde. Dat is de man die ooit op het podium stond in Eindhoven bij het Nationaal Kampioenschap Marathon Masters. Hier komt Martijn Kroon, hier is Peter Bruinsma. Snellere ronde dus voor Hulsebos en Berger. Bruinsma hadden we al voorbij zien komen. En hier komt Job Lamberink uit Vroomsop. En daar hebben we de volgende man erachter, Erik Snijders. En hier hebben we René Raamaker en Helen de Vries nog altijd heel goed door. 28 minuten nog 1 keer doortrekken, laatste ronde. Die is in bloedvorm. Helen de Vries uit Zwolle. Die beide Drenthe hebben elkaar gevonden. Hofstede en Rolik gaan samen op weg in de laatste ronde. En hier is Kevin Timmerman. En Rolik denkt aansluiten, bijblijven. Hier komt Sipko Knol. Ook Hardenberg. Ook mooi. Ook weer bij de allerbeste vandaag. 30 minuten. Half uur wedstrijd. Minuten. En hier komt Marieke ten Brinke in deze wegwedstrijd. Twitter is natuurlijk al gewend aan... strakke finales, maar dat is ook Hulsebos. Sebastian van der Pol was winnaar in Koevoorde. Dat was de eindzege. Gaan wij kijken naar de allerbeste in deze wegwedstrijd over 10 kilometer. Hier komt nog Adrie Demker. Op weg dus naar de eindzege. Want dat is deze klassieker wel degelijk. De 21e uitvoering van deze Klepperstadloop in Hardenberg bracht 3 mannen in de laatste ronde bij elkaar. En één daarvan moet natuurlijk straks de wegwedstrijd gaan winnen. Deze 10 kilometer, weg hier naar de eindstreep. We gaan niet meer oversteken. We laten de weg vrij voor de koploper in deze 10 kilometer. Ja, dat is een schitterende winnaar hoor. Dat doet hij dat toch prachtig in de laatste aanloop. Hij gaat nog een keer uithalen. Deze Bertel Berger zorgt voor een verrassing hier. Hij is de verrassende winnaar. Ja, ja, dat doe je mooi Bertel Berger. In jouw laatste ronde is het deze man. Bertel Berger laat Hulsebos staan. En hier komt dan de nummer 3. Hier is Sebastian van der Pol. Schitterende wedstrijd natuurlijk. Hij was de koploper tot de laatste ronde. Mooi. Dit is het verdict van Hardenberg. 1 is Berger. 2 is Hulsebos. 3 is Sebastian van der Pol. Prachtige strijd mannen, schitterende strijd en tot op het laatst zou je kunnen zeggen bleef het spannend. 1 koploper leek weg, maar in de laatste ronde werd het gaatje kleiner en kleiner en kwamen ze toch nog weer terug en ging het uiteindelijk zo zijn dat Bertel Berger de sterkste finale in de benen had. Dan komt Martijn Boek, 36 minuten, hier is de nummer 5 van vandaag, Martijn Kroon. Zet ook weer rechtdoor naar finishlijn. 37 minuten, 58 seconden. Hier komt Helen de Vries en René Raamaker. Keurig hoor, winnares natuurlijk, Helen de Vries. Een machtsspurt hier, 39 minuten en een paar seconden voor Roy Hofstrijden uit Erika. Ja, Kevin Timmerman ook netjes. De oude Hardenberger tegenwoordig van achterin Apeldoorn doet het mooi, want hij blijft toch ruim onder die 40. 39 minuten en 27 seconden. Hier komt Peter Rowling. Minuten. Ja, 40 minuten. Sipko Knol, Jan Gerrits zijn de volgende mannen in deze wedstrijd. Dat zou Marieke te Brinken moeten zijn. Want die liep nog steeds op 2e positie. Hier komt die Tjibbe de Vries. Die gaat nog naar een mooie tijd. Strijd. Tjibbe de Vries binnen na 41 en 10 seconden. Komt Marieke ten Brinken binnen. Een dame die het ook fantastisch doet vandaag. Want zij wordt de 2e atlete in het deelnemersveld dames vandaag. 42 minuten, 48 seconden. Deze start om 11 uur, de hele dag mooie sport in Hardenberg. De triathlon, de drieluik, het zwemmen, het fietsen en de afsluiting en 21 seconden. En bij de dames Helen de Vries, Marieke ten Brinken, Gea Benjamins. Even lachen. Dit zijn de laatste helden van deze Klepperstadloop. Dames senioren, maar ja, je hebt de prijs. Goed zo. Staan we al er klaar voor? Dan gaan we beginnen. Ik ga even aan de kant. Derde plaats, Maaike de Vries, Enschede. Derde in de categorie dames senioren, 51-15. Tweede plaats gaat naar de vechtloper Sharon Dekker, 49 minuten, 50 seconden. Winnares overal, Spurt 88, natuurlijk, 44 minuten, 11 seconden. Henrike Raamaker wint de wedstrijd bij de dames senioren. Nou dames en die vlog mooi laten zien, kan een mooie foto gemaakt worden van Maaike, Sharon en Henrike. Gaan wij door naar de dames masters categorie. 3 atletes. Goed zo. Dames, wij gaan beginnen. Ze komt in Emmen en werd vandaag derde, 47-38, Gea Benjamins. Atleten van de spellers Dan op een mooie tweede plaats, lid van Akko van Elderen en loopgroep de Zandstuwen, Marieke ten Brinke. En dan, dames en heren, de snelste dame overal. Dat is een mooie prijs. Maar ook de snelste bij de dames 35, ook dat is een prijs. Parcoursrecord zetten we er ook nog even bij, zegt de organisatie. Zijn 3 prijzen. Helen de Vries, de allerbeste van vandaag. Met 38 minuten en 2 seconden is dat de mooie overal winnares. Even de bloemen omhoog, applaus voor Gea, Marieke en Helen. Dit waren de podia voor de dames. Gaan we nu naar de mannencategorieën. En ik begin bij de mannen 50 categorie. Roel Westert graag op de nummer 3. Peter Rolink op de nummer 2. En Lanko Hulsebos in het midden als de winnaar in deze categorie. Dat zijn de categorie mannen 50. Dus derde plaats Roel Westert, tweede plaats Peter Rolink. Die hebben we vaak genoemd, of is hij al terug naar Roswinkel, ik weet het niet. Ik noem hem nog 1 keer. Peter Rolink, als je hoort, als de brandweer hier naartoe. Geen Rolink daar om de bocht. Dan gaan we toch maar nu naar de huldiging. Op een derde plaats uit de Ruinerwold, Roel Westert. 40 minuten, 53 seconden. Dan winnaar, hij maakt er een prachtige strijd van. Lanko Hulsebos, tweede man overal vandaag. 32 minuten, 51 seconden. Goed zo man, even die envelop mooi laten zien. Kunnen wij nog een keer applaudisseren voor Roel en Lanko. Gaan wij nu naar de mannen 40 categorie. Goed zo, derde plaats voor politieman Martijn Kroon. Dan voor een tweede plaats Peter Bruinsma. De overalwinnaar, ja dit is mooi vandaag in Hardenberg, Bertel Berger, 35 minuten, 14 seconden, zo omheen, overalwinnaar, daar hoort ook nog een mooie prijs bij. Mooi, laten we maar even zien de mooie glappersmannen, Martijn, Peter en Bertel zijn de beste 3 mannen, 40 met de overalwinnaar in het midden, Bertel Berger. Goed zo, dan gaan we huldigen op de derde plaats, Spurt 88, René Raamaker. Beste spurter van vandaag, 38 minuten en een seconde. Op de tweede plaats Job Lamberink, Framshop, 37,48. Ja, Sebastian, 2 10 kilometers in 3 dagen is een beetje te veel van het goede, hè? Maar wel goed hier. Sebastian Pol wordt vandaag toch nog winnaar. Bij de mannen senior afgelopen zondag was hij van eenzame klas in Koevoorde. Wij gaan nog eens applaudisseren. Zij houden even op een mooi hoog. René Raamaker, Job Lamberink, Sebastian Pol. Dames en heren, dit waren alle ceremonies voor de 10 kilometer. Mijn naam is Herman Wenning, graag voor u gedaan. Ik zou zeggen, heb nog een fijne avond. Dank aan MijnFysio, dank aan alle sponsoren. Tot ziens. Peter Rolink, leraar. Ja, oké, maar je mag op het podium nog even staan. Zeker de nummer 2 bij de mannen. Daar is de envelop, nog een applaus voor Peter Rolink. Goed gedaan Peter, jouw envelop is nu ook op de goede plek terechtgekomen, dankjewel. Goed zo, dit waren dus alle huldigingen, we hebben ze allemaal netjes weggegeven. Dank jullie wel, tot ziens, nog een fijne avond.